Wat jij nu hebt meegemaakt, Boko, jaren broer! Ik sta toch ook hier! Wie is een psychopaat hier? Ik of wij! Kom even mee! Wie is een psychopaat? Jij gaat even kussen daar, ik ga even... Hey, rustig even. Oh, nee! Man, nooit meer gek, bro. Die man maakt mij belachelijk, maar hij neemt mij niet serieus. Hij neemt mij niet serieus. Wat zei hij dan? Dat ik de ja, man, dat ik aanstelleritis heb. Bro, je, hebt... je maakt een driesteltus in de lucht of zo, man. Bro, het is niet normaal. Ja, ik ben gewoon sterk, snap je? Vandaar dat het weer goed gaat. Ja, man. Ralfie, maar heb je nog, moet je nog naar het dierenarts of zo? Nee, ik wil weg, man. Ik wil golven. Kom, ik ga die ambulancier golven. Oh, dat pakken. Oh. Bro. Oh. Bro, met je neppe baard. Met je neppe baard. We weten allemaal dat het een plakbaard is. We weten allemaal dat het een plakbaard is. We weten allemaal dat je een plakbaard hebt deze dagen. Hij is gek, bro. Ik ben 10 keer gek. Nou, wie is gek, bro, met je plakbaard? Doe niet gek met je plakbaard. Moet niet meer gek doen. Hé, wat ga je nu doen? Rustig aan. Hé? Meneer Plakbaard. Plakbaard ben je, dat ben je. Oh, hè? Oh, allebei mis. Oh, lekker elkaar slaan. Oh. Slaan. Ralfie, jij gaat naar de dierenarts. Jongens, ik ben het zat. Ik ben het zat! Ik word ziek! Hey, rustig aan. Is hij nou weer aan het doen? Hij is gek, voluit gek. Hij moet je echt... Oké. Geef hem een spuit. Wat een spuit, man. Nee, man. Ik kom naar het ziekenhuis en ik kom mij slaan. Ja, hij heeft al een spuit in zijn kont gehad, maar dat werkt niet meer. Weet je wat jij moet doen? Jij moet naar een feestwinkel gaan, nieuwe plakbaard kopen. Je baard komt eraf. Gek. Spuit je mijn baard toe. Wow. Pak hem. Hij doet de laatste tijd gek. Zie je maar, hij wijst. Hij wijst. Een dressuurpark. Die hoefijzers werken niet goed, man. Ik ga jou voortaan Parker Plakbaard noemen. Dat is jouw nieuwe naam. Yo. Peter. Ja. We zijn tot de conclusie gekomen. Ja. Dat je psychische problemen hebt, man, bro. Ik heb geen psychische problemen. We moeten jullie het opnemen, bro. Ik heb een afspraakje staan met de dokter, man, bro. Ik ga niet... Welke dokter? Welke dokter? Bro, luister dan. Weet je wie issues heeft? Deze man met zijn plakbaard. Die heeft issues. Hey, bro, ik ga jou behandelen. Je gaat zien wat voor... Ik ga speciale behandelen. Oh, bro. Dus je denkt dat ik problemen heb, terwijl je iemand in je MC hebt die een plakbaard bij de feestwinkel koopt en vervolgens opplakt en er wordt niks van gezegd. Hij denkt dat mijn baard dip is, maar hij trekt aan mijn baard, bro. Die baard blijft gewoon zitten. Bro, luister, dat komt door een secondenlijm. Dat weet je ook. Dat maakt allemaal niet uit. Je bent nog steeds psychisch. Ik ben niet psychisch. Ja, snap je? Hij ziet dingen die er niet zijn. Bro, ik heb jou de meest psychische dingen zien doen. En noem je mij psychisch? Ja, maar broer, ik hou mezelf. Bro, wie noemt mij hier psychisch? Snap je, broer? Ik ben niet psychisch. Die medicijnen die ook jou hebben gegeven, heb je alleen maar... Laat me met rust! Kom hier, niet wegrennen! Jongens, ze willen me pakken! Ze willen mij pakken! We moeten Peter pakken, man, boys. Ze willen mij pakken! We moeten hem naar psychiater brengen, kom. Help! Hij naar de dierenarts. Ambulance, kom, hij moet naar de dierenarts. Hij is psychisch, kom snel. Hij moet naar de psychiater. Bro, ze willen mij slaan! Stop. Peter, vertrouw ons gewoon. Nee man. Jullie willen mijn geld. Hé, goeiedag, help mij. Meneer, wie is dit? Stap in. Dat is ambulance is dat. Ja. Ja, dat is ambulance. Oh, jullie horen erbij. Shit! Nu ben je fucked. Nee man, bro. Ik dacht, ICE, dat ik jou kon vertrouwen, man. Ja, Oké, luister. Stop heel even die auto, 2 seconden. Ik ga niet uitstappen, oprecht niet. Ik heb echt even 1 vraag. Wat is dat? Ik wil best meewerken, maar die plakbaard moet eruit. Peter! Ah! Je bent een broertje voor ons, man. Je moet naar de dokter. Ik heb je vastgebonden, ik kan niet uit de auto. Oh. Ik ben ziek aan het worden, man. Oh, man. Ik kan niet wat allemaal worden. Ik word ziek. Jongens, ik kan het niet serieus doen. Oh, ik krijg elke keer stuk. Alles dadelijk slopen. Ik kan hem ook gewoon wat een speciale handeling geven. Hier. Oh, wie? Wacht. Je bent vastgebonden. Oh, dat klopt. Ja. Jij bent niet goed vastgebonden. Je moet me... Je denkt dat die tijripje gaat werken, bro. Ik ben ziek. Ik ben Ralfie. Kijk eens hier. Hoe ziek ik ben. Oh. Nu ben je kleiner, Ralfie. Oh, wacht maar. Geen wapen op mijn maatje, man. Oh, bro, ze willen maar... Waar moet ik naartoe? Stap even uit. Moet je even aan. Limburger wordt gek! Oh, hé! Hé, wat is dit? Wauw, word ik gegijzeld? We houden van je, Peter. Word ik naar die suffe rukbunker voor jullie gebracht? Waarom doen jullie mij dit aan? Doe die deur op, jongens. Kom op, breng hem naar TBS. Breng hem naar TBS. Oh, bro. Jullie moeten deze man. Deze man zegt dat de nek uit de kom kan gaan. En dan denk je dat ik degene ben die nagekeken moet worden. Nu zijn helemaal. Nee, man, ik had jullie hoog zitten, man. Peter, het komt goed, broeder. We gaan voor je zorgen, alles op mij kosten. Je moet even beter worden, man. Peter, ik ben gewoon. Jullie hebben allemaal geluk dat ik niet vast zit. Hey, ICE, je hebt opa geboeid, man. Waar is hij? Hij is geboeid in mijn bak. Kijk. Hij zit daar als een springkaan. Doe niet door of omhoog, ja. Wat daar doet. Hey! Laat me eruit! Bro, luister, ik wil meewerken, maar haal die plakbaard! Weg bij mij! Plakbaard weg! Hé, rustig opa. Bro! Rustig. Ik had niks mee te maken. Oh, ik word ziek! Je hebt me geboeid! Ik word ziek! Hé opa, wordt gek! ICE, boei opa, hij wordt gek. Ik ga je doodschieten, Op je knieën brengen, wat boei mij! Bo, mag ik iets vragen? Ik zie allemaal psychopaten in één garage en ik word vastgebonden. Rustig opa. Relax. Die opa moet ook, Ja. Neem opa. Flashbacks naar Fun. Boei opa. Als je me nog één keer boeit, ik schiet je dood. Ja. Zie je, deze man moet ook naar een psycholoog. Maar waar is die psycholoog dan? Te veel mensen moeten naar psycholoog. Hé, die plakbaar zit hier niet in de auto, toch? Ik weet niet waar die is. Hé, hey, waar is die TBS dan? Ik sta midden op de weg stil, man. Mijn reet doet pijn, mijn rug doet pijn. Rij naar ziekenhuis. Nou, dit voelt aardig als in de steek laten. Nee, we maken je weer even helder, bro. Wees blij dat je niet in een fucking afklikken. Ik heb ooit van die fucking gokproblemen die je hebt, man. Stop met die hoofdpijn van je, man. Doe dit voor jou! Ik heb geen gokproblemen. Ja, jij! Ik heb geen gokproblemen. Bro, ik ben omringd met mensen die zeggen, de ene zegt nek uit de kom, de andere zegt lange snelweg en dan ben ik degene die gek is. Nee, jij gaat in de ziekenhuis. Laat me eruit, die boeien zitten strak! Nee, opa gaat niet naar het ziekenhuis. Hé, iemand moet eten, ik heb eten nodig. Hallo, ik heb verteld over mijn vriend. Die heeft de laatste tijd problemen van psychische aandoening. Oh, oké. En wie is dat om exact te zijn? Dat is onze psychopaat. Wow, luister. Luister, hun doen allemaal alsof ze ineens gestudeerd hebben en alsof ze weten als iemand gek is of niet. Terwijl de eentje die noemt de nek uit de kom, de ander die zegt lange snelweg en dan ben ik degene die gek is. Ik ben het helemaal zat. Deze meneer is een, deze part is een... Oh, en dan heb je nog eentje die, dat is helemaal de... Meneer, dat is helemaal de lijst. Wacht even hoor. Er is dus eentje hier, die bestelt gewoon plakbaarden op Wish. Hey, en dan gebruikt hij secondenlijn van de action en dan denkt hij dat hij een strakke baard heeft. Maar ja, dit is onze psychopaatje, ook al genoemd als Ralfie. Ik denk dat hij een behandeling nodig hebt, dokter. Oké. Dan mag meneer met de paardenhoofd even meelopen met mij. Of hij mee wandelen. Ja, dat zou mooi zijn als ik even los word gemaakt. Door je soort van zogenaamde vrienden. Niet loslaten. Je moet hem zelf persoonlijk brengen. Oh, nu word ik ook nog gebracht. Oh, ze werken nu gewoon voor de politie. Politie, bro. Rustig, bro. Ze werken voor de politie. Niemand werkt voor politie. Waarom? Ik vertrouw niks meer. Natuurlijk gaan we wel een privékamertje samen met meneer met het paardenhoofd. Als een van jullie hier met me mee wilt gaan, mag dat, maar niet heel de groep alsjeblieft. Ik loop... Nou, als jij je haar zo kleurverft... Als je haar in zo'n kleur verft, dan vraag ik me ook wel af van, joh, gaat het wel goed met je? Dan denk je dat het carnaval is ofzo. Dit is geen carnaval, maar met het paardenhoofd lijkt me wel als een carnaval. Nou, maar wil je zeggen dat dit de originele kleur is? Nou, zo ben ik wel geboren, ja. Ik geloof er niks van. Nee? Ik geloof er niks van dat dit de originele kleur is. Kijk, hij is ook... dus jij wil zeggen, je bent geboren met dit haar? Ralfie, hoor je me nog, Ralfie? Yo. Boer hier zo. Goeiedag. Hij is ook niet helemaal barkie. Goeiedag, miljoen. Hé, jij daar. Wil je misschien heel eventjes abonneren? Waarschijnlijk hebben we het nog niet gedaan. Maar waarschijnlijk ook omdat je het bent vergeten. Maakt niet uit, nu is de kans. Dank u zo. Ja, lekker de koeien milken. Ja. Gaan we weer melken? Kom maar in, de koeien milken. Kom maar in, Mert. Zoek er nog een paard. Zoek er nog een paard. Nou, je voelt je al... Zoekt hij nog een dekhengst? Zoekt hij een paard? Wat gaan ze? Hè? Volgens mij kun je nader met de boer mee. Ja, ik ben Zee! Ja, je ziet het, Sarah. Ja, ik mag wel even hierop hier. Anders kunnen we even Hans de Waal. Ja, ze vertrouwen niks meer. Deze Sarah zegt dat haar kleur gewoon originele haarkleur was. Daar ben je niet mee geboren. Dat klopt ook, dat klopt. Nee joh, ik ben een leugenaar. Laat het zo zeggen. Mijn moeder was, had ze eerst groen haar. Vervolgens mijn vader had dan een beetje paars haar. Wat daarmee gebeurt is in de toekomst... Zo, heel de familie heeft in psychose gezeten. Dat is niet goed, joh. Je mag hem ontboeien en dan mag hij... Ja, je mag daar even hem ontboeien en dan mag hij even daar gaan liggen, alsjeblieft. En dan mag je hem daar even vastzetten. Oh. Nee, maar ik kan me toch niet relaxed voelen als ik hier vast word gezet? Goed. Ik zal even een speciaal stoeltje pakken. Wat ga je pakken? Wat ga je pakken? Een stoeltje. Pak je stoeltje. Ik wil wel zeggen, ik weiger om mijn masker af te zetten. Dat is prima. Nou, ten eerste ga ik wat dingen noteren. Dus wil ik wel even uw naam weten, uw volledige naam, als u dat wilt geven natuurlijk. Mijn naam, Ralf, achternaam Lauren. Ralf Lauren. Ja. Mag ik weten hoe oud u bent, Ralf? Nou, in paardenjaren ben ik 30. Een paardenjaar, oké. En wat is de verhouding tussen paardenjaren en de mensenjaren dan, als ik mag vragen? Helemaal niks, maar ik vind het wel leuk om te zeggen. Oh, oké. Duidelijk. Ik voel mezelf soms gewoon een paard en sinds ik dit masker heb, het neemt mij langzaam over. Maar dat maakt niet uit, ja. We zijn goed bevriend. Nee. Dit is Ralfie, ja. Daar is toch niks mis mee? Of wil je zeggen dat ik nu niet goed in mijn hoofd ben, omdat ik dit zeg? Nee, dat heb ik totaal niet gezegd. Van waar komt dat dan? Ja, ik weet niet. Ik zal verder gaan. Die motherfucker tegenover mij die heeft een keertje Breaking Bad gezien. Ik denk dat die Walter White is. Yo, ga verder, wat zei je? Peter, neem me niet kwalijk, maatje. Nee, maar ik ben boos. Ralf? Ja? Vertel eens, wat is er allemaal aan de hand? Want ik kreeg volgens mij is er helemaal niks aan de hand. Er is echt helemaal niks aan de hand, echt helemaal niks. Ik ga gewoon door het leven als Peter Piet. En soms als ik boos word, dan ga ik door het leven als Ralfie. Oké. En wanneer u Ralf wordt, dan bent u boos? Of hoe voelt u dan eigenlijk? Hoe ik me voel? Ja, precies. Hoe voelt u? Kijk, er zijn... Luister. Nee, maar jij gaat mij nu voor gek verklaren. Nee, totaal niet. Luister, er zijn... Wacht. Sorry, dat was mijn telefoon. Dat is een ringtone. Luister, er zijn twee Ralfies, ja? Je hebt deze Ralfie. Ja. En kan je even je ogen dicht? Ja, die staan dicht. En dit is Ralfie 2.0. Kijk. Oké, wat is daarmee gebeurd dan? Als je deze Ralfie ziet, dat betekent oppassen van je leven. Dan wordt hij gek. Oké. Dus... Wacht, ik zie de hele tijd schrijven. Wat schrijf je op? Ik wil weten wat je opschrijft. Ik schrijf gewoon op de manier waar je over praat. Krijg je daar een psychische aanval. Zeg maar, psycholoog ben je geworden of zo? Ik denk... Is deze man stagiair ineens? Sinds wanneer zijn ze psycholoog? Ja, hij komt dus af en toe langs bij het ziekenhuis om stage hier te volgen. Dat klopt inderdaad. Oh, kleine speler zegt ze gewoon. Je bent stagiair. Nou... Je weet dat ik allround ben, bro. Ja, oké. Ik ben gewoon een beetje boos op hem. Is dat zo? Maar dat is helemaal goed. Emoties tonen is helemaal goed, bro. Emoties. Hoor wie het zegt. Weet je door wie ik zo psychisch ben geworden? Ralf? Nee, laat maar zitten. We gaan verder, ja. Het gaat om mij vandaag, ja. Bent u een Ralf? Of bent u een normale Ralf? Of bent u Peter Piet? Wat? Ja, wat bent u nu? Want u heeft drie verschillende moods om het zo te verklaren. Dit is Ralfie 2.0. Oké, dat is Ralfie 2.0. Maar ben je ook nu Ralfie 2.0? Want die gaf net aan dat je toen boos was, als je maar nu lig ik zo een beetje relaxed, weet je. Ik kan niet veel doen hier. Dus dat valt op zich wel mee. Maar er zijn situaties waarbij mensen... Ik zeg niet dat ik ooit mensen heb vermoord met een wapen of een golfclub, snap je? Dat zou ik nooit doen of zo. Maar er zijn wel momenten dat ik dat... toe in staat zou zijn, snap je? Dat bedoel ik meer. Ja. Nee, totaal. Ja, snap je? Ja. Maar heb je ook wel het gevoel gehad om iemand te vermoorden, of dat helemaal nog niet? Vermoorden? Nee, vermoord niemand. Ik zou ook nooit omgaan met mensen die vermoorden en mensen doodschieten. Zou ik nooit mee omgaan. Toch? Nee, toch? Oh, wel. Rustig aan, meneer. Ik zeg toch, Sarah, ik weet niet wat er is gebeurd, maar... er is iets gebroken in zijn kop, joh. Oké, en dit speelt vanaf wanneer, als ik kon vragen? Eten en drinken, broer. Want de laatste keer dat ik volgens mij... Ik zie uw gezicht. Ja, daar ben ik weer. Hey, ik heb trouwens even... Wacht, even tussen... Oh! Huh? Hij is ontsnapt. Nee. Ik ben... Nee. Ik moet... wacht even, dat ging verkeerd. Heeft iemand even wat dingen voor mij? Rot? Ja. Ik heb water en... ja. Kijk, oh, kijk eens aan. Oh, water. Heb je water nodig? Ook water. Zo, je geeft 1 brood. Gul ben je niet, hè? Godsamme, zeg! Hey, Peter? Oh, ik had zelf nog veel bij me. Oké, is dat genoeg? Hij moest weer eten, hoor. Hey, maar jouw gezicht komt me wel bekend voor. Ben jij niet degene die geen operatie wil aangaan? Voor je arm? Hoe zit het met je arm eigenlijk? Volgens mij zitten ze er beide nog aan. Oh ja, nee. Oké. Goed, ja. Even, die pauze was even goed, maar we gaan verder. Waar waren we gebleven? Ja, ik zei dat ik u misschien ergens van ken, want ik heb u gezegd, zei ik. En toen ging het door de muur. Oké, goed. We zullen verder gaan. Ja, moet ik u nu Ralf noemen of moet ik u Peter noemen? Zeg het eens. Noem mij hoe je wilt. Oké. Ralf dan maar. Ralf, ik hoor dat jij eigenlijk soms aanvallen ontvangt. En soms gaan die en zo. Wanneer is het eigenlijk verklaard of heeft hij al eerder psychologische sessies gehad of dergelijke? Weet je wanneer het moment helemaal verkeerd is gegaan? Zeg het. Dus ik reed in een auto, toch? En iemand zei, we gaan naar de lange snelweg toe. Vanaf dat moment ging het niet meer goed. Aha. Dat was het moment. Waarom eigenlijk? Wat gebeurde er op dat moment, zeg maar? Ja, ik weet niet. Ik vond het gewoon zo'n domme opmerking dat er gewoon iets knapte in mijn hoofd. Vraag me ook af wie zoiets ooit zou kunnen zeggen. Lange snelweg. Oké. Oh jawel, weer een nieuwe stuk. U had toen geen emoties die we vertonden. Oké, goeiedag. Wat zei je? Nou, hoe voelde u op dat moment? Is er eigenlijk specifieke emotie die toonde? Was ICE te vaak daarbij of dan niet? Nah. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het niet zeg maar het ergste geval is. Het is gewoon een ophoping van veel, snap je? Maar gewoon... Het is een opbouwende iets eigenlijk. Ja, opbouwende iets en dan weet je, ja. Het is gewoon te veel om te noemen. Ja, heeft u op dit moment ook echt stress of dat niet? Nee, ik heb geen stress, joh. Ik heb geen stress. Het gaat helemaal goed. Luister dan, er is nu een soort van... motorclub, om het zo maar te zeggen, waar ik veel mee omga. Weet je, een hele leuke motorclub, doen echt gezellige dingen, pingpongen en zo. Gewoon, weet je toch, gewoon ja, wat elke motorclub doet. Maar die denken dan in één keer dat ze teamspsycholoog zijn. En die gaan dan mij hier naartoe sturen. Aha. Maar misschien is het wel voor je eigen best wel. Voor mijn eigen best wel? Peter. Ja. Luister, bro. Ik denk dat je last hebt van PTSD. Wow. Ja, dat hebben we nog niet opgezocht, hè. Zie je, dat bedoel ik, hè. Meneer heeft nog nooit... Die man heeft nog geen enkele jaar school afgemaakt en nu weet hij dat ik PTSD heb. Hé broer, Wikipedia broer, je hebt daar niet voor... Oh man, oh daar... Luister, Roski. Ja. En ik herken het zelf ook, maar het is alleen maar hoe je ermee omgaat. In de korte tijd heb je veel meegemaakt en kijk hoe je nu bent. Hoe zou dat komen? Hoe zou dat komen? ICE! Hoe komt het dat ik zo heb meegemaakt? Ik zeg toch, je kan niet handelen, broer. Bro, wat jij nu hebt meegemaakt door Koyara, broer! Ik ben toch al hier! Wie is een psychopaat hier? Ik of hij! Kom even mee. Wie is een psychopaat? Ik pak even een bloeddrukmeter, want... jongens, ik ga helemaal stuk. Het is zo moeilijk, ik probeer zo serieus te blijven. Ach, wat tering, man, zo tering op mijn gordijn. Ah, bro.